Goedemorgen, hoe gaan het met jullie? Ik wil jullie vertellen van een story uit Johannes 5, vers 5 tot 10. Een man wat 38 jaar lang op zijn ziekbed geleed. Toen Jezus voorbij komt, toen zien hij die man lee. Jezus het geweet dat die man lang ziek was. Jezus vraagt vir hom, wil jij gezond worden? Natuurlijk zei hij toe ja. Daar was die bad van Bethesda, maar hij zei wanneer het geroer wordt, dan zal ik nog gezond worden, maar ik maak het niet. En elke keer wanneer het nou kan gebeuren, dan is daar niemand wat mij helpt. Maar Jezus zei toe vir die man, staan op, neem je bed en loop. Die man het opgestaan en hij was gezond en hij kon zijn bed vat en loop. Door Jezus heeft met gezag gepraat. En ook wanneer ons ziek is, en wanneer ons probleem heeft, en wanneer ons bid, bid in die naam van Jezus. Dit is die gezagsnaam waarom ons genezen leeft. Is gehoorzaam aan